ik ben geen historicus. Ik ben gewoon een burger uit Almelo. En ik voel me erg betrokken bij, bij de Tweede Wereldoorlog. En ik zal daar ook uitleggen hoe dat komt. Stolpersteinen. Ik heb een model bij mij. Een steen van 10 bij 10 met een messing plaatje erop. Waarop staat, hier woonde. En dan de naam van degene voor wie het steentje bedoeld is. De geboortejaar en de overlijdensdatum en de overlijdensplaats. Stolpersteinen is een idee van de Duitse Günter Demnig, een kunstenaar. Zijn vader was een SS-officier en die heeft eigenlijk nooit spijt betuigd. Hij voelde zich daar schuldig bij en heeft dus gezegd, ik wil een kunstwerk ontwikkelen voor al de mensen die slachtoffer zijn van het naziregime. Kan jij aangeven wat de kern van de zaak is? De kern van de zaak is dat mensen die vermoord zijn tijdens het naziregime een plaats krijgen waar ze herdenkt kunnen worden. En waarbij hun naam blijft bestaan. Want wij vinden, je bent pas vergeten als je naam is vergeten. En door een stolpersteen neer te leggen, hou je de naam intact. Heb jij het idee dat die stolpersteinen, dat dat een ingeburgerd iets raakt in Almelo? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat mijn verbazing, waar ik kom, kennen ze de stolpersteen, ze vragen ernaar. En financieel gezien doneren mensen gelukkig regelmatig gelden voor stolpersteinen. En ook jongelui tegenwoordig zijn ook daarmee bezig. Fantastisch. En in de Talmud staat ergens vermeld dat een mens is pas vergeten als zijn naam is vergeten. Dat betekent, ook in Westerbork vorige week heb ik de namen gelezen van mijn familie. En dag en nacht zijn de namen genoemd van alle mensen die vermoord zijn in de Tweede Wereldoorlog. 102.000 namen zijn dag en nacht genoemd. En ik moet u zeggen, ik krijg koude rillingen als je dat hoort. Het houdt niet op. Want ik begrijp dat jullie het moeten doen zonder subsidie. Ja, de gemeente die zegt gewoon, het is een particulier initiatief. Wij willen meewerken. Dat betekent, ze mogen de straat gebruiken om een steentje in te leggen. We mogen het gemeentehuis gebruiken voor een ceremonie. En we krijgen koffie gratis, maar verder zoek het maar uit. Hoe worden plaatsen gevonden om een stolperstein neer te leggen? We gaan na dus, wie er geweest zijn, waar ze gewoond hebben, waar ze vrijwillig gewoond hebben. En dan gaan wij controleren bij archieven, die bestaan gelukkig, openbare archieven, of alles klopt wat wij denken. En wij raadplegen boekwerken en dan komen we op een lijst die we gaan uitzoeken per jaar. En kiezen we een aantal namen uit die we dit jaar gaan gebruiken.